thuis. Goedemorgen, mevrouw de Wilde. Hallo. Oh, echt? Ja, ik kan er niet zien. Lukt het zo? Ja. Ik vraag het meteen maar eventjes. Hoe gaat het met het restaurant? We hebben een nieuw iemand aangenomen, dus die doet nu vanaf nu de bezorging. En tussen al die andere dingen is daar misschien ook tijd voor school bij? Ja, natuurlijk. Is helemaal goed. Ik zal het doorgeven. Ik zou het fijn vinden als je even bij de les blijft, hè? Ja. Jij gaat contact opnemen met de klantenservice. Hi! This is customer service. I recently purchased a toasting machine. Oh nee, dat moet natuurlijk toaster zijn, sorry. Hallo, met Soraya. Oké. Wat is dit? Maar dat is alleen maar voor één dag, dus morgen is dat gewoon weer. Ik wil echt dat je nu aandacht hebt voor je huiswerk. Dit gaat wel over jouw toekomst, Soraya. Dan sta jij die klant in het Engels te woord. Ja, in het Engels, ja. Ach, wel nee, er werken zoveel Engelstaligen in de horeca, dus dat is geen enkel probleem. What can I do for you? Of course, madam. Thank you for your call. Bye. Oké. Nou ja, geef ik je een voldoende. Nou, doe je best. Het combineren. Mission impossible. Ja, volgende week moet ik dus nog wel een paar dagjes helpen in het restaurant van mijn ouders. Dus dat is helemaal gek. Ik zei hallo, 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 hallo aan de kinderen.